Het is Business Monday en over een uurtje of drie sluiten de deuren van Masters of Luxury en komt de Love Edition tot een einde. En er is natuurlijk nog maar één persoon die ik wil spreken en dat is Yves Geiraat. Yves, over enkele uren sluiten de deuren, dus tijd om terug te blikken. Eerst naar de VIP-avond. Hoe heb je die beleefd? Nee, de VIP-avond is voor mij en ook voor de organisatie is dat wel een bevalling. Dat is echt heel hard werk. We beginnen op vrijdag altijd te opbouwen. En dat duurt dan 6 dagen ongeveer met meer dan 1500 bouwers. Ja, alles staat natuurlijk in het draaiboek, maar de praktijk is toch altijd anders. Dus er zit best wel druk op. De belangstelling was overweldigend. We hadden ruim 10.000 VIP-gasten binnen. Ja, en om dat allemaal goed in goede banen te leiden, dat is wel een dingetje. Dus als organisator ben je echt vooral gefocust om een hele mooie avond te hebben. En ik denk dat dat wel gelukt is. Wat doe jij zelf eigenlijk op zo'n avond? Ja, kijk, het is voor mij niet heel handig om over de vloer te gaan lopen op zo'n avond. Dat zou ik wel heel leuk vinden, hoor, maar dat is gewoon niet te doen. Dus ik probeer vooral te monitoren. Zoals je ziet heb ik hier ook mijn eigen kantoor waar ik heel veel kan volgen. En tegenwoordig met alle digitale apparaten die we hebben. Van WhatsApp tot camera's, tot noem het allemaal op. Ja, kan je gewoon de situatie heel goed monitoren. En dat is denk ik vooral mijn taak. Om de grote lijnen te bewaken van zo'n avond. En dan is er altijd even een momentje om ergens even lekker een glaasje te doen. Ja, 5 dagen beurs is volgens mij ook echt topsport. Hoe houd je dat vol? Niet alleen voor jou, maar alle medewerkers, maar ook de exposanten. Nou, dat valt wel mee. Dat moet je echt niet overdrijven. Het is echt heel leuk om te doen. Maar tijdens die dagen, ja, het is wel topsport, maar het is ook wel heel leuk. En je krijgt er gewoon heel veel energie van en dat heet dan adrenaline. Ja, en ik voel gewoon dat iedereen ontzettend veel energie heeft. Dat vond ik persoonlijk ook dit jaar dat de sleutel was van de mooie beurs. Is dat de synergie tussen de standhouders en de bezoekers. En misschien ook wel een beetje door het thema liefde. Dat geeft toch een glimlach. Ja, het hele ondernemerschap heeft hier gewoon gewonnen en gevierd. En dat leidt dan ook weer gewoon tot concrete zaken. Want daar is een beurs natuurlijk ook voor bedoeld. En hoe zou jij het willen highlighten? Als je het in een paar woorden zou kunnen omschrijven. De beurs van dit jaar, de Love Edition. Ja, nou, wat mij in ieder geval opvalt is de enorme opkomst van de elektrische auto's in het topsegment. Ik denk ook dat die lijn zich gaat doortrekken naar de bootindustrie. En waarbij heel duidelijk, ik heb met al die CEO's gesproken. Zij zeggen waar het om gaat is kwaliteit, beleving. Dus iedereen houdt toch wel rekening met een andere wereld. Meer aandacht ook voor hoe het gemaakt wordt. Dus dat is een trend die ik zie. Ik zie ook een trend van meer, hoe moet ik het zeggen, contemporary luxury. Dus wat minder dat goud en dat bling bling, maar veel meer sophisticated. Want uiteindelijk is alles vraag en aanbod. Ja, en daarnaast is het gewoon, als jij begrijpt dat een consument beleving leuk vindt, heel persoonlijk, ja, dan ben je de winnaar. Dus ja, ik heb heel veel mooie dingen gezien. Standbouwniveau is erg hoog. Volgend jaar gaan we ook uitbreiden hier met 5000 meter. Het nieuwe hotel van Rem Koolhaas, wat hier op de beurs, of hier tegenover ons staat, dat maken we onderdeel van de beurs. Dus dan gaan we ook zeg maar, de beursbeleving verlengen op een bepaalde manier. En jij gaat me natuurlijk zo meteen ook vragen wat het thema is voor 2020, toch? Ja? Ja. Maar nu nog niet. Nee. Ik wil eerst nog even vragen, is het thema love goed tot uiting gekomen? Nou ja, vind ik absoluut. Omdat in het begin had iedereen, ja, liefde en zo. En love is fantastisch. Ik zou zeggen, laten we vooral meer liefde met elkaar hebben. Maar de kern van onze boodschap was de passie voor wat je doet. Passie voor het vakmanschap. Toch het onderste uit de kan willen halen wat je doet. Hè? Dus die wedstrijd ook willen winnen, de lat hoog leggen. En dat thema, dat principe, dat is wel heel goed uitgevoerd hier. Dat vind ik wel. Dus ik ben echt heel blij. En we hebben ook een mooi gebaar gemaakt met die Hartstichting. De Hartstichting. En die hebben heel veel aandacht gekregen, wat ook de bedoeling was. Want het is best wel een groot probleem. Hè? Elke dag 100 mensen die overlijden aan hart- en vaatziekten in Nederland. Dus ja, dat is wel iets wat aandacht vraagt. En dat is ontzettend mooi gedaan met al die covers waar de bekende Nederlander zijn hart heeft laten spreken. Ik heb altijd geleerd van onze wijle burgemeester in Amsterdam, Eberhard van der Laan. Die heeft een heel mooi tegeltje hangen in een kroeg in Amsterdam, op de Dam. Met zijn foto erbij. Laten we wat liever voor elkaar zijn. Ja, ik ben wel benieuwd eerlijk gezegd naar het thema van volgend jaar. Hoe kan je dit overtreffen? Ze hebben ontzettend nagedacht, 2020, toch uitdagend getal. Ja, dus wat willen we nou vertalen, hè? Als paraplu en als kapstok?
En toen kwamen we toch op het leuke idee, de Royal Edition. Het mag van ons allemaal wat koninklijker, wat hoffelijker. Ja, en ook als je je creativiteit erop loslaat, dan zie ik al helemaal voor me als mensen binnenkomen. De lakeien die voor je klaarstaan. Ja, het is één groot feest voor creatieven om zo'n thema tot uiting te brengen. Wat een prachtig thema en zo breed te interpreteren ook. Ja, dus ook veel, we hebben heel veel koninklijke bedrijven in Nederland. Dat is echt niet normaal hoeveel er van zijn. KLM, Koninklijke Luchtvaartmaatschappij. Maar ook in de service. En wij willen ook die bedrijven laten zien. Dus koninklijke bedrijven. En ik vind dat hoffelijkheidsprincipe mooi. Ik hou van hoffelijkheid, ik hou van gastvrijheid. En het bekt ook lekker. Het moet ook lekker klinken. De Royal Edition, dat is gewoon ook een lekkere term om te benoemen. Dus ik ben een tevreden man, Irene. En we gaan gewoon vrolijk door en we zijn niet moe. En morgen is weer een nieuwe dag. En gefeliciteerd, hè? Dankjewel.